Robert van Boksel, is het moment na 5 minuten in deze wedstrijd uiteindelijk het beslissende moment? Dat vind ik een vrij lastige vraag. Ik denk op dat moment heb je het gevoel van de gatenwedstrijd op zo'n korte termijn. De eerste helft blijkt het ook wel een beetje zo, want dan is het in de organisatie wel een beetje rommelig. En dan houdt Roy denk ik ons 2 of 3 keer goed in leven. En de tweede helft ben je eigenlijk met 10 man, heers je nog en krijg je mogelijkheden. Corners, vrije trappen, een beetje klutsmomentjes. Dus op dat moment had ik het gevoel van, deze wedstrijd kan kantelen, maar het is ons niet gegund. En we kunnen niet zeggen dat we niet gestreden hebben. Ik denk dat iedereen er doorheen zit. En voor de tweede helft sowieso complimenten voor de ploeg. Hoe keek jij naar dat moment na 5 minuten? Ja, ik had even discussie met de grensrechter, want ik zeg volgens mij heeft hij niet eens gezien die scheids wat er gebeurde. En die grensrechter zegt, ik heb het ook niet gezien, maar het is zijn beslissing. Dus ja, op dat moment kun je wel zwaar in discussie gaan en zeggen dat je het niet mee eens bent, maar hij heeft die kaart al getrokken. Dus wat dat betreft konden we er vrij weinig meer aan doen. Het enige wat was, is dat het hele vervelende nasmaak heeft. Ja, want wat was de uitleg waarvoor die kaart werd gegeven? Nou, ik heb die uitleg niet eens gekregen, maar ik denk dat hij aangeeft dat het misschien roekeloos spel was. Maar naar mijn mening was dat gewoon een vol blok en wilde hij gewoon dusdanig zijn voet erin zetten om die bal vooruit te spelen. Ja, en dat die jongen dan gaat kermen en misschien heeft hij ook wellicht wat pijn gehad, maar was allemaal eens opzet, denk ik. We hebben net foto's gezien waarbij je ziet dat Thijssen met zijn noppen op het onderbeen van die jongen komt. Oké, die beelden heb ik niet gezien. Dus het enige wat ik op mijn netvlies heb is dat de Thijssen hem hard voor wilde geven. En dat die jongen een blok zette. Ja, en op foto's kunnen ze elk moment detailleren, dus dat zal het wel duidelijk te zien zijn. Ja. Na die rode kaart bleven jullie met 3 verdedigers spelen en daar kreeg PSV even de ruimte, hè? Ja, dat zeg ik, weet je. In de eerste helft waren we organisatorisch even aan het zoeken hoe we het beste konden oplossen. En in eerste instantie dachten we van ja, weet je, we gaan gewoon ons spelletje spelen en dan maar met 3 man achterop. Ja, dat kostte veel ruimte in de rug en een paar keer tussen de linies konden ze doorvoetballen. Dus in de rust hebben we dat omgegooid. Bajo iets naar achteren gehaald. En voorin alleen met Gladon voorop en van daaruit iets inzakken. En op het moment dat ze erin wilden, kort zitten. En van daaruit uit de omschakeling hebben we nog toch wel mogelijkheden gehad. Ja. In de tweede helft ging het inderdaad beter. Jij zelf vanuit de hoekschoppen 2 keer dichtbij zit het ook net niet mee. Ja, op dat moment, we zeiden het net in de kleedkamer, als je 2-3-0 voor staat, dan vallen die halve balletjes erin, want dan zit je in een zogeheten flow. En nu hangt en spant het erom en zie je dat soort balletjes net niet binnenvallen. Dus ik denk dat dat een beetje het scenario van de dag is. Ja. Ja. Nou, speelde natuurlijk op de achtergrond die strijd om de derde periode mee, hè, waarin jullie het ontzettend goed doen, deden. Maar ja, daar kan 1-1 laag ook niet zoveel aan afdoen. Dat verdwijnt nu een beetje naar de achtergrond. Ja, ik denk dat het ook al eerder gezegd is door de trainer wellicht en andere spelers, dat wij gewoon van wedstrijd tot wedstrijd kijken. En dat gebeurt ook echt, daar zijn we echt mee bezig. En natuurlijk is er een mooie bijkomstigheid dat we daar die periode kunnen pakken. Maar uiteindelijk willen we gewoon klimmen op de ranglijst en waarschijnlijk gaat het gepaard met een periode of niet. En ja, dit soort wedstrijden, ja, dat voel je dan wel eventjes inderdaad. Het is een mooie reeks geweest met 11 wedstrijden ongeslagen, deze nederlaag. Is het voor jullie zaak om je daar inderdaad niet te veel door van de wijs te laten brengen en door te gaan op de ingeslagen weg? Ja, ik denk dat je daar de spijker op zijn kop slaat. Ik denk dat we dat ook gedaan hebben. Als je naar de tweede helft kijkt, dan denk ik gewoon dat wij gespeeld hebben hoe we kunnen spelen. Zelfs met een man minder hebben we gewoon gedaan wat iedereen verwacht. En de afspraken zijn goed nagekomen. Dus ja, dat biedt ons houvast. En daar moeten we gewoon aan vasthouden. En als we dat doen, dan denk ik dat het gewoon wel weer goed komt.